U kijkt naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Het belooft een zomerse dag te worden en de satellietfoto ziet er dan ook schitterend uit met weinig wolken. Maar de werkelijkheid is vanochtend toch anders, want we beginnen op veel plaatsen met dichte mist. Maar rond 9 à 10 uur trekt die mist op en daarna hebben we inderdaad volop zonneschijn en een paar sluierwolken. Veel zondes, daardoor kan de temperatuur bij weinig wind al oplopen naar zo'n 20 tot 22 graden. Vanmiddag wordt het warmer, 23 tot 27 graden, plaatselijk kan het 28 graden worden. In de middag. Neemt de kans op een bui wel in het westen toe? Vanavond kan er lokaal ook nog een enkele bui vallen, maar de meeste plaatsen houden het vandaag gewoon droog. Prima strandweer ook, maar houd de lucht vooral in Zuid-Holland en Zeeland dus in de gaten. Morgen wordt het slechter weer, temperatuur gaat wat naar beneden, 20 tot 22 graden, maar het is vooral vaak bewolkt, weinig ruimte voor de zon en geregeld buien. Daarbij is er een kleine kans op onweer. De wind draait gelijk naar het zuidwesten, waardoor het ook maandag licht wisselvallig is. Lokaal buitje, geregeld zon, maar vooral veel minder warm, 18 graden. Dinsdag gaat de wind toenemen naar windkracht 6, ook dan enkele buien. En ook woensdag is het wisselvallig weer. Vandaag dus maar genieten.